Hallo en welkom bij de app Letters Leren Schrijven met Juf Jannie. Nou ja, in dit geval met Gamerpapa, maar het is een Juf Jannie app. Ik heb hem samen met Juf Jannie gemaakt en in deze app leer je hoe je letters en cijfers moet schrijven. Je ziet het hier, zo ziet het eruit. We hebben een speler aangemaakt rechtsonder, Juf J. En wij gaan naar de race toe. Je kan de kleine letters oefenen, de hoofdletters oefenen en de cijfers oefenen. En ik zal jullie gewoon allemaal een beetje een tour door de app geven. We gaan eerst naar de kleine letters. En je ziet hier de snelste tijd, die is gedaan door de juf. En nou, zo wordt het bijgehouden. Dus als je meerdere spelers hebt aangemaakt, dan zie je verschillende highscores. Dat maakt het een beetje leuker om het met andere mensen te spelen. Wij gaan naar de A toe. En als je begint, dan krijg je eerst een voorbeeld van hoe je de letter moet schrijven. En daarna begint de race. Kijk, hier hebben we de race. We hebben twee hekjes die ervoor zorgen dat ik niet kan vals spelen als ik dit doe. En ik denk van, oh, ik ga meteen naar de finish. Dan zie je dat ik opnieuw moet beginnen. Dus we gaan nu netjes de race afmaken. Dan gaan we hier naar boven. Gaan we weer terug naar beneden. En dan zien we dat we een tijd hebben dat we opnieuw kunnen beginnen. Wat ik ook even ga doen. Want ik wil je laten zien dat er ook een andere kleurmogelijkheid is. Stel je vindt het te afleidend, al die kleurtjes, dan kan je hem ook in deze twee kleuren doen en dan voor de rest werkt hij op zich hetzelfde, alleen ja, met een ander thema. Ik ga weer eventjes naar de instellingen en ik zet hem weer op kleur. Sluitvenster, dan gaan we naar het keuzescherm, want er zitten nog wat meer dingetjes in. Kijk, bij de letters zoals de X moet je pen of je potlood, als je aan het schrijven bent, ook weer van het scherm afhalen. Dus als we de X gaan doen, dan zien we dat we daar beginnen. Dan krijgen we het voorbeeld, gaat hier naartoe en dan gaat hij daar rechts naar boven. En in de app doe je dat op de volgende manier. We gaan hier zo heen en dan gaan we van hier moeten we doorgaan. En zoals je ziet, de hekjes die passen zich mooi aan en die gaan pas open wanneer wij er langs kunnen en wanneer we er langs moeten gaan. Eventjes door naar de kleine letters, alleen dan met een puntje. Nou, dan gaan we even kijken bij de I. Want waar is die? Kijk, we hebben de I en we hebben de Y. Omdat het sommige mensen willen hem met puntjes, anderen willen hem zonder puntjes. Nou ja, we hebben gewoon gekozen om ze dan maar allebei erin te zetten. Deze letters zijn trouwens ook de letters die het meeste voorkomen. Sommige letters hebben we, even kijken of ik er eentje kan vinden die duidelijk in beeld is. Nou ja, de P. Ze zijn jammer genoeg niet op hetzelfde scherm. Maar als je ziet hier, dan heb je de P met de open onderkant rechtsonder. En hier heb je de P die dicht is. De T zie je hier naast elkaar. Die hebben we ook op twee manieren erin gezet. Want dat zijn twee manieren hoe die geschreven wordt. Maar ik ging jullie de I laten zien. Die werkt op deze manier. Dan zien we dat wij eerst het voorbeeld krijgen. En na het voorbeeld dan zie je dat daar twee puntjes getekend moeten worden. Die hoef je niet zo te doen. Maar dat is gewoon om je een beetje te helpen met het zien van hoe het gedaan moet. En dan gaan we dus hierheen. En dan twee. En dan hebben we de I geschreven. Nou, dit waren de kleine letters. De hoofdletters zitten er ook in, zoals je kan zien. En, oh, dit zijn ze dus. Nou, weet je wat? Ik doe even de B als voorbeeld. En dan gaan we op deze manier, gaan wij 1. En dan zien we dit gedeelte. Zo kan je dus heel duidelijk zien hoe je zo een letter moet schrijven. Zo, hier gaan we heen. Oh, even deze oppakken. Je kan deze, goed door. Je kan, oh, ik ging tegen een hekje aan. Je kan deze app ook heel goed spelen of oefenen met een, hoe heet dat? Een pen. Want die heb je dus ook voor de iPad. Dan heb je zo'n pen waarmee je kan schrijven op het beeldscherm. En dat maakt het schrijven oefenen net wat, ja, echter, om het zo te zeggen. Dus dat is wel heel handig. Ik ga jullie even wat laten zien. Want, nou, weet je, we gaan nog heel even dan de cijfers, dat je die ziet, dat die er ook in zitten. Dit zijn de cijfers. Maar wat ik wilde laten zien was, als ik hier naar de juf ga en ik klik erop, dan zie je hier een settings-icoontje. Daar kunnen we erin. Hier kan je dus de hoofdletters kiezen en de kleine letters kiezen en de cijfers kiezen die je wilt oefenen. Stel, er zijn nog maar een paar cijfers of letters die je nodig hebt om te oefenen, kan je die hier kiezen. Je kan ze hier dus aanzetten. Nee, je zag, ik heb er al een paar uitgezet. Maar op deze manier kan je dus je eigen, ja, combinaties maken. Dus als jij zegt, ik wil alleen nog maar die en die oefenen en die niet meer, dan kan je die dus uitzetten. Je kan hier ook kiezen uit verschillende icoontjes die je voor je poppetje hebt staan. En je kan, ja, ik weet zeker, ze worden niet opgeslagen. Dat vind ik niet erg. Als we hier naar spelers gaan, kunnen we een speler toevoegen. Hier moet je dus een voornaam, achternaam, plaatje kiezen. En dan kies je op maak speler en dan komt die er.